In deze voorbeeldopgave gaan we kijken naar een muziekinstrument, namelijk een aan één kant gesloten buis. En er wordt een toon aangeboden van 600 Hz en er vindt een resonantie plaats. En de knopen en de buiken in de buis zijn aangegeven in de tekening. En verder is ook nog gegeven dat de temperatuur van de lucht 20 graden Celsius is. Oké, okay, wat is de vraag? De vraag is: bereken de lengte van de buis. Ik heb weer alle gegevens en ook het gevraagde. En het sleutel wordt vet afgedrukt. en moet iets berekend worden. Hierbij gaan we ook een formule gebruiken. We hoeven niets af te lezen in de grafiek. En we gaan eens beginnen. Wat nooit direct gegeven hoeft te zijn bij een muziekinstrument. Dus een aan één of twee kanten open buis. Is dat de golfsnelheid. Eh, dat die samenhangt met de geluidssnelheid door de lucht. Die is gewoon gelijk aan elkaar. Het is het geluid dat door, zich door de lucht beweegt. En de geluidssnelheid door de lucht kun je opzoeken. Die hangt alleen af van de temperatuur van de lucht. Die was gegeven, het was 20 graden Celsius. Pak je BINAS erbij en dan blijkt de geluidsnelheid in de lucht te zijn 343 meter per seconde. Let er even op dat het in de BINAS staat als 0,343 en dat dan boven de tabel nog staat maal 10 tot de macht 3. Niet over het hoofd zien, anders zit je een duizend keer de kleine snelheid op te schrijven. Het is dus 343 meter per seconde. Daarnaast geldt ook altijd bij muziekinstrumenten, dat geldt bij buizen, maar ook bij snaren, dat als je een tekening hebt en in die tekening de buik en de knopen kunt aangeven, dat elk stukje knoop-buik of buik-knoop er gelijk is aan een kwart golflengte. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te gaan tellen hoeveel keer ga ik van buik naar knoop in mijn tekening. Dat gaan we dadelijk doen. En tot slot gaan we ook nog een formule gebruiken en die formule luidt uh, v is labdamal f. Die geldt altijd uh, wanneer je te maken hebt met golven. V is dus in ons geval de geluidssnelheid door lucht, lambda is de golflengte en f is de frequentie. Wat wordt nu gevraagd? De lengte van de buis wordt gevraagd, maar die lengte van de buis die kunnen we dadelijk uh, gaan laten afhangen van de golflengte van de golf die zich heeft gevormd in de buis. Dus we gaan de golflengte eerst uitrekenen. En Dat gaat vrij eenvoudig, want uh, in de formule Weet ik zowel v als f al, en als ik de formule even omschrijf, dan krijg ik hem zo te staan, kan ik v en f invullen en dan krijg ik een golflengte van 57,2 centimeter. Wat geldt er nu voor de lengte van de buis? Ja, ik zei het net al, ik kan gaan tellen hoeveel keer stukjes buikknopen in de buis passen. En als je goed kijkt, zul je zien dat dat drie stukjes zijn. Dan geldt dat de lengte van de buis 3 kwart golflengte is. We hebben net de golflengte uitgerekend. Dan kunnen we ook vrij eenvoudig de lengte van de, van de buis uitrekenen. Want die is dan dus 3 kwart van 0,572 meter is 0,429 meter. Geven we antwoord op de vraag? Nou, we gaan even kijken. Ze vragen een lengte en ik geef inderdaad een lengte, dus dat klopt. Ik heb de eenheid erachter gezet. En de derde is de significante cijfers. Nou, als ik kijk naar mijn formule. Dan zie ik dat de twee gegeven waarden die ik heb gebruikt, dat die allebei op drie cijfers gegeven zijn. De 343 haal ik uit de BINAS, de 600 stond in de vraag. Dat houdt in dat mijn antwoord ook in drie cijfers gegeven moet worden. En dat is hier. Een tweede vraag die gaat over deze buis is als volgt. Uh, dus dit is dezelfde situatie als net, maar nu wil ik iets anders weten, namelijk de resonantiefrequentie van de grondtoon in deze buis. Bereken de resonantiefrequentie van de grondtoon. Uh, en ook hier ga ik weer op dezelfde methode te werk. Ik maak eerst een schets. Hier is de schets. Deze schets was natuurlijk gegeven. Maar dit is niet de schets van de grondtoon, maar van een boventoon. Dus ik moet eerst gaan bedenken hoe ziet de grondtoon eruit in een aan één kant gesloten buis. Um, en als ik die dan daar heb getekend, dan ga ik weer niks anders dan gewoon knopen buik tellen. En dan weet ik hoeveel golflengte deze buis lang is. Nou, de, voor de grondtoon geldt altijd dat het de grootste golf is die in deze buis past. De situatie zoals die nu getekend is, met twee buiken en twee knopen, die komt overeen met deze golf. Deze golf staat dus uh, in de buis. En, maar nu is de vraag, hoe ziet dan de grondtoon eruit? De grondtoon is de grootste toon die erin past. Aan de rechterkant moet altijd een knoop zitten, aan de linkerkant een buik. En de grootste golf die erin past, die ziet er zo uit: één knoop en één buik. Knoop, buik. Uh, dit houdt in dat ik uh, één keer knoop buik heb in mijn uh, buis en dat mijn, de lengte van mijn buis dus gelijk is aan een kwart golflengte. En uh, andersom gezegd kan ik ook zeggen dat de, de golflengte vier keer zo lang is als de buis. Nu is natuurlijk vergeleken met de vorige situatie er niks gebeurd met de buis. En de lengte van de buis, die weet ik, die heb ik net berekend, die was 0,423 meter. Uh, ik krijg bij de grondtoon krijg ik een andere golflengte. Die golflengte is vier keer zo groot als de lengte van de buis. En die golflengte is dan dus 1,72 meter. Nu moet ik natuurlijk even goed uh, opletten, want er wordt gevraagd niet naar de golflengte, maar de resonantiefrequentie. Dus ik moet nog. De frequentie gaan uitrekenen. Maar daar heb ik de formule weer voor. De snelheid is lambda maal frequentie. Ik wil de frequentie uitrekenen. De snelheid, het is nog steeds 20 graden Celsius. De snelheid is niet veranderd. De golflengte van mijn grondtoon, die heb ik al uitgerekend. En ik kan ze dus allebei invullen. En als ik het uitreken, dan kom ik uit op een frequentie van 200 hertz. Nou, dit is ook logisch. Want de frequentie van de grondtoon is ook altijd de laagste frequentie die je kunt vinden uh, in jouw uh, muziekinstrument. En net hadden we 600 hertz, dus ik wist al één ding zeker. Het antwoord wat hier uitkwam moet lager zijn dan 600 hertz. En dat klopt. Even kijken, geef kijk, ik geef antwoord op de vraag, ze vragen frequentie en ik geef ook een frequentie. De frequentie is altijd in hertz, heb ik erachter gezet. En qua significante cijfers geldt hier ook nog steeds dat ik alleen maar werk met meetwaarde op drie cijfers significant. En dan moet mijn antwoord ook in drie cijfers significant gegeven zijn.